Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door In de Kas. Vorige week in het Streektalent zag je hoe Esther de talentenjacht moest verlaten door het overlijden van haar tante. De overgebleven kandidaten arriveerden bij In de Kas in Winsen, waar de finale plaats gaat vinden. De jury werd alvast voorgesteld en de kandidaten maakten zich klaar voor hun optreden. Wie heeft de opdracht het best uitgevoerd? Wie heeft volgens de jury zijn of haar lied het beste neergezet? En wie wordt er uitgeroepen tot het Streektalent van 2018? Je ziet het nu in de finale van het Streektalent. Dan gaan we gelijk naar de eerste kandidaat. Robert, zou jij vast naar voren willen komen? Robert, ja. Ben je er klaar voor? Ja, ik denk het wel. Je moet spits afbijten, hè? Ja. Hey, je vertelde tegen mij al eerder, je gebruikt humor in muziek. Ja, niet zozeer in dit nummer, denk ik. Ja, dat was gelijk de volgende vraag. Zit er humor in of is het echt bloedserieus? Nee, het is al vrij serieus, ja. Ja, dat klinkt direct heel zwaar. Maar het is wel... dit is niet per se een humoristisch nummer, nee. Ja. Laten we heel even kijken hoe jouw 48 uur waren. Helemaal goed, ja, leuk. Hey, goedemorgen. Hey man, goedemorgen. De enige geschoolde muzikant van de groep. Ja, dat zou heel goed kunnen. Ja, ik heb natuurlijk de rest niet. Welke opleiding heb je gedaan? De Herman Brood Academy in Utrecht. Klaar voor? Absoluut, zeker. Ja? Zullen we maar naar binnen? Ja, helemaal goed. Ik ben Robert, Robert Meijer. Ik ben 26 jaar. Ik ben een singer-songwriter uit Ede. En ik maak muziek die zich het best laat omschrijven, denk ik, als akoestische poppunk. Hey, en je hebt heel veel opgetreden. Ja, ik heb wel vrij veel. Zag je zo'n 120 shows in totaal ongeveer. Zit het er wel, ja. Zit het er wel aan. Ja. Dat is een hoop. Daar zaten ook bijzondere locaties bij. De Melkweg in Amsterdam. Ja, dat was vet zeg. Tivoli. Ja. Tivoli Vredenburg in Utrecht. Dat is een Hoe ben je daar terecht gekomen? Het is eigenlijk heel soort van allebei een beetje bijna professorisch gegaan. Ik ben dus voor de Melkweg. Ik ken iemand die speelt in een punkband. En die organiseerde een soort van avond voor Blink-182 covers. Ik ben een heel groot Blink-182 fan. En er zat een specifiek akoestisch act voor. Die zei, fan waren van Blink-182. Nou, dat is nogal een niche. Dus ik had gewoon gevraagd van, hey, als je nog mensen zoekt, weet je wel, goh, ik ben fan van Blink, weet je wel, en ik vind die muziek heel tof en ik speel het ook. En toen was het eigenlijk zo van, oké, is goed, dan mag je komen spelen. Ik luister eigenlijk niet eens zoveel singer-songwriters zelf. Nee? Nee, ik ben een soort van een beetje een bandmuzikant die een soort van per ongeluk een beetje in akoestische muziek gerold. Ik hou wel heel veel van akoestische muziek, maar... Maar hoe beschrijf jij jezelf als singer-songwriter dan? Ik denk dat het ergens een beetje ligt tussen... Ik word heel vaak vergeleken met Green Day, maar niet uit wat ik doe, maar mensen zeggen gek altijd. Dat is een soort van omschrijving die vaak voorbij komt. Ik zie het zelf een beetje als een soort van akoestische kruising tussen iets van Green Day en bijvoorbeeld een wat meer traditionele singer-songwriter, bijvoorbeeld Ryan Adams of zo. We gaan iets heel persoonlijks doen. Oké. Iets wat veel of het meeste impact heeft gehad op je leven. Oké, dus dat is een soort van mijn opdracht is dat ik iets moet schrijven over... Ja. Oké, wow, oh shit. Oké, nice. Maar dat is wel fijn, want dat is wel een soort van dicht bij huis in ieder geval. Ja? Ja. Jij bent wel blij dat je niet zegt van je moet gaan schrijven over de Noord-Korea-crisis. Het is wel... is er iets wat je denkt, nou, misschien ga ik het daarover hebben? Of, Ja, ik heb wel wat ideeën, ja, zeker. Ik heb tinnitus ontwikkeld een paar jaar geleden. Ik weet niet of je weet wat dat is. Nee. Gesuis in je oor, zou ik zeggen. Oké. Een soort van constant gesuis in je oor. En dat heeft toen wel een soort van door een best wel... een taaie periode heen gesleept. Ik denk dat dat wel een soort van de meest definiërende tijd is die ik kan bedenken zo. In mijn leven. Dus ik denk dat het ergens daarover zal gaan. Just to tell you when it's all you know when it's gone. Dat zover ik tot dusver. Ja, super. 48 uur later. Ja. Hoe ging het? Soepel, gelukkig. Ja? Ja, het viel me niet tegen. Het was, ik had op een gegeven moment een idee en ik dacht van ik ga me daar even volledig op richten. En
En dat is gelukkig uitgepakt tot nummer waar ik erg blij mee ben. 48 uur later, je hebt een liedje erbij. Ja, klopt nou zeg. Leuk. Ja, ja tof. Ja, hey, dat zei ik gisteren ook al van, mocht er nou zo helemaal niks uit voortkomen, weet je wel, dan heb ik in ieder geval een nummer erbij geschreven waar ik erg blij mee ben. Dus precies. Dat is al een win. If I can explain this, no one cares to understand it arranges and grows again. It knows different stages, but always finds me on my knees. And I won't change this, it's going with me. Gelukkig geen Noord-Korea-crisis. Nee, dat scheelt echt een heleboel. Ja, ja, daar was je wel bang voor, hè? Ja, of iets anders super, weet je wel, van er zijn best wel veel dingen waar ik niet in geïnteresseerd ben. En dan is dat een soort van lastig om daar iets over te maken, denk ik. Ja. Hey, hoe heet het liedje? Het heet Can't Change This. Bedenk je dit nu serieus net? Of? Ja, oké. Dat zag je goed. Oké, top. Kut, ik heb helemaal geen titel. Nee, Can't Change This. Maar dat is soort van ook wel een soort van het meest terugkerende thema nummer. Dus. Om weer goed te praten dat ik niet van tevoren, zou ik zeggen, heb voorbereid de naam. Succes. Dankjewel. To my
Tevreden? Ja, best wel. Ja? 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 Zullen we gelijk naar de jury gaan? Dat is helemaal goed, ja. Top, doen we dat. Maries, vertel. Ja. Wauw, Robert. Mooi eigenlijk, zoiets persoonlijks. Want ik kan me best voorstellen dat als je dat meemaakt, dat het best lastig is voor een muzikant natuurlijk. Ja. En veel, je hoort het steeds meer. Veel mensen hebben daar last van. Bij ons komt natuurlijk ook vaker dit soort dingen voor. Dus ik vind het heel mooi dat je dat thema dan uitpakt om daar je liedje over te vertellen. En dat deed je heel mooi. Dat deed heel goed. Dankjewel. Dat is heel goed om te horen. Dankjewel. Ja. Florieke. Ja, wat ik ook heel mooi vond is hoe jij een toch best rustig akoestisch nummer heel interessant hebt gehouden. Doordat je eigenlijk bijna in elk couplet wel weer net een change deed. Of je ging hem één keer gooide je half naar beneden of weer omhoog. Je ging iets sneller of juist iets langzamer. Ik vond dat hem heel interessant hield. En dat vond ik heel knap. Dankjewel. Ja, ik sluit me heel erg ook bij Florieke aan. Het was heel dynamisch en interessant. En dat vond ik heel tof. En ook wat je in het filmpje vertelde, van dat mensen je vaak vergelijken met Ryan Adams of Green Day. Dat had ik nu vooral een beetje met Ryan Adams. Oké, nice. Ja, precies. ik vond het iets minder Green Day, maar ik vond het wel, je vertelde een heel mooi persoonlijk verhaal. En dat kwam ook wel echt over. Dankjewel. Dus dat, goed gedaan man. Tof, dank je. Ja. Wat voor muziek maak je? Ik maak dus Nederlandstalige muziek. Ik ben iets van 2 jaar geleden volgens mij begonnen met eigen liedjes schrijven. Want je zegt Nederlandstalige liedjes, maar je bent Duits. Dat klopt, ja. Ja. Vind je het moeilijk? Ja, nee, eigenlijk nu echt niet meer. Het is, maar ik ben ook juist vanwege die grap een beetje begonnen. Ja, niet echt vanwege die grap, maar ook uit interesse. Ik dacht, ja, hoe zou het zijn om in het Nederlands te gaan schrijven? Nadat ik al 4 jaar volgens mij ongeveer hier woonde, of 3 jaar. Ja. Dat van, oh leuk, ik praat nu de hele tijd Nederlands. Het is misschien leuk om een keer een Nederlands liedje te schrijven. Zou je jezelf kunnen beschrijven als singer-songwriter? Wat dan misschien gemeen is te zeggen, of stom of zo, of vervelend, is dat ik wel denk dat ik meer aandacht besteed aan de tekst dan anderen. Of dat ik echt, ja. Soms dan hoor ik anderen die denken van, ja. Ja, dat is echt jouw ding dan, hè, de tekst. Ja, dat moet ook niet te veel zijn, want ik heb ook niet superveel, sommige teksten van mij vind ik ook niet meer goed of zo. Nee. Maar liedjes waar ik denk van teksten, ja, daar ga ik ook niet meer spelen of zo. Nee. Dus in mijn tekst, maar ook, dus ook zeg maar een beetje de liedjes die altijd een beetje soort van een randje hebben of zo. Of misschien hoeft niet een randje, maar ik vind zeg maar ook een beetje als een beetje melang. Is of zo, een beetje ja. Melancholie, een beetje weemoedig of zo. Dus we zouden graag dat jij een lied schrijft over iets wat het meeste impact of heel veel impact heeft gehad op je leven. Ja, dat is heel breed. Ja. Oké, de meeste impact. Ja, dus wat jou gevormd heeft ook wel in jouw leven. Wauw, oké. Je hebt 48 uur, je zit nu op de helft. Ja, alweer, ja. Vind je het lastig om binnen 48 uur en nog 24 uur echt met iets concreets te komen en echt te schrijven? Ja. Morgen moet het af zijn, hè? Ja, vooral de tekst wordt lastig. Want ik heb dus, zoals verwacht, had ik gisteravond heb ik toch maar de gitaar gepakt. En had ik 2 ideeën en voor die ene ga ik niet waarschijnlijk. Dus dat wordt echt niet moeilijk met de muziek, dat komt wel goed. La 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 la. Ik heb wel eens nummers geschreven over dingen die heel veel indruk op mij hebben gemaakt. Ja. Zoals dingen als dood of ervaring met dementie of wat soort dingen, weet je, zeg maar. Ja. Maar nu zeg maar, wil ik, dacht ik van, ik maak juist mijn moeite met te vragen. Daar maak ik juist zeg maar iets van. Een beetje zodat ik eigenlijk inmiddels inderdaad een beetje heel veel vragen stel en zo. Maar dus ook vind dat ik niet kan verwachten dat ik alle antwoorden krijg, zeg maar, op dit soort vragen. Ja. Is dat duidelijk? Ja. Dus okay, je bent eigenlijk op zoek geweest naar de vragen en dat heb je verwerkt in een liedje. In mijn hoofd een zware zee. Geen idee waarom ik niet breek. In de branding draai ik mee.
Hoe kan een zee me dragen met het zout van tranen? Hoe word ik licht, licht als vlinderslag? Sander. Hoi. Welkom. Hey, jij vond het heel moeilijk om een onderwerp te vinden. Precies. Komt dat denk je omdat je filosofie studeert? Deels wel, ja. Ja? Want plotseling is het niet meer zo makkelijk om even dingen neer te schrijven, maar je gaat over alles nadenken en ja. Moeilijk, ja. Dat loopt wel vast soms bij jou, denk ik. Oh, heel erg, ja. Ja, dus ik ben ook een beetje verbaasd dat het is gelukt en ik tevreden ben, ja. Nou, ik dacht op een gegeven moment na een dag, ik was toen na 24 uur was ik bij jou geweest, dat ik hoop dat hij het afkrijgt. Volgens mij had je dat zelf ook wel een beetje, of niet? Ja, de tekst dan. Zoals ik zei, het filmpje, de muziek, dat ging goed. Maar de tekst, ja, had ik echt veel moeite mee. Dat was ik toch tot 2 of zo, voordat jij langskwam, was ik nog bezig. Ja. Ja, ik heb het al gehoord. Ik ben, het is super. Het is heel gaaf. Ben je er klaar voor? Ja. Dan zou ik zeggen, pak je gitaar erbij en dan gaan we beginnen. Is goed. Top. Even niet geweest. Ik heb nog nooit zoveel gehuild. En je zei: neem het niet zo zwaar. Het is alles vrij vertaald. Het leven is groter dan wij. Het ook stroomt overstijgt. Alleen de wolken zien het. En te regen neemt het. Sander, tevreden? Ja. Ja? Komt niet heel erg... Ja, ik ben een beetje verkouden, maar het past goed bij mijn liedjes. Het moet een beetje rauw zijn. Oké. Ja, je zei zelf natuurlijk al dat je tekst heel belangrijk vond. Ik vond ook dat je een mooie tekst hebt geschreven. Ik kwam ook binnen. Ik dacht ook, oh ja, ik vond het vooral mooi ook dat je het in het Nederlands zingt.
En ja, dus natuurlijk dat heb je nou eenmaal, want je bent Duits. Maar ik vind het juist heel erg leuk dat er soms aan woorden dan zo'n Duits klank erin zit. Ja, dat vond ik gewoon heel erg leuk. Dat maakt het interessant. Dat maakt het denk ik heel erg eigen. Dus, leuk. Nou ja, je studeert filosofie, je hebt heel veel vragen, dat hoor je ook in het nummer. Mm-hmm. Wat ik leuk vond in het nummer is eigenlijk opbouw, wat leuke variatie had. Dus leuk, ja. Wat ik heel tof vond, wat Florico ook zegt, het eigen. Het plaatje van jou, de muziek die je maakt, zeg maar. En hoe je ook op het podium zit, ook qua kleren of qua uitstraling. Ja, ik vind je shirt ook natuurlijk. Ja, maar dat vind ik wel heel goed matchen. Ik kreeg een beetje ook een soort van Lucky Fonds uitstraling, maar dan net wat alternatief, met een eigen draai, zeg maar. En dat vond ik heel tof om te zien. Ja, ik vond het ook heel knap dat je... Ik begreep net pas dat het in 2 dagen geschreven is. Dus dat is sowieso echt goed en knap. Opzet van het programma, ja. Ik heb natuurlijk ook netjes alles doorgelezen zelf. Dus ik ben helemaal op de hoogte. Ik vond het ook goed. Ik vind het ook dat je het in het Duits met een... toch wel. Je hoort net dat het een klein beetje Duits is af en toe. Mm-hmm. Dus dat is, vind ik wel wat hebben. Klein puntje van kritiek vind ik. Maar dat snap ik ook. Het is in 2 dagen geschreven. Je hebt heel veel verschillende... stukjes binnen de pre-chorus was voor mij heel duidelijk. Mm-hmm. Dat je heel duidelijk naar een soort van refrein ingaat. Maar misschien zou je de stukjes iets meer naar elkaar kunnen toetrekken, zodat het nog meer één liedje wordt. Zo. Mm-hmm. Maar dat was mijn enige puntje, zeg maar. Oké. Nou, positief? Ja. Ja? Tevreden? Ja, ik was sowieso al over mezelf tevreden, dus dat is... Cool. Ja. Oké. Gaan we naar de volgende. Florence. Hi. Hoi, Florence. Jo. Hi. Goedemorgen. Je ziet het als een dagboek, hè? Ja. Muziek schrijven. Hoe dan? Hoe zie je dat dan precies? Eigenlijk over niet over alle dingen, maar over heel veel dingen die mij aangaan, zeg maar, schrijf ik wel echt een nummer. Ook om, soms snap ik niet helemaal goed wat er in me omgaat en dan denk ik van... Wat voel ik, wat denk ik, waarom voel ik me zo? En dan door juist een nummer erover te schrijven, snap ik mezelf soms beter. Je maakte heel lang muziek, sinds je 9e vertelde je. Ja. Vertel. Ja, ik ben toen 1 jaar op spelen met muziek geweest. Dat was eigenlijk een jaar lessen met allemaal verschillende instrumenten. Van dan kon je graag gitaar spelen, ik kon graag piano spelen. Er was zelfs een klein studiootje met cassettebandjes. Echt heel veel kon je gewoon uitproberen. En toen kwam ik er echt achter dat ik... piano en gitaar al bij heel erg leuk vond, maar ik wilde toch echt wel op gitaarles. Nou, heb je dus opgegeven voor het streektalent? Ja. Waarom? Het leek me gewoon heel erg leuk om inderdaad van, ik dacht, het eerste wat ik dacht was een videoclip. Dat is gewoon iets wat ik altijd al heb willen maken. En daardoor doe ik eigenlijk vooral mee, gewoon om het meedoen. Hoe gaat het? Ja, gaat goed. Ja. Druk aan het schrijven geweest. Ik heb zeg maar 1 nummer nu zeg maar half af. Ja. En ik denk dat ik die vandaag gewoon af ga schrijven. Vertel, waar gaat het over? Ja, ik moet zeggen, het is wel vrij cryptisch, want het begon eigenlijk een beetje met, oké, waar ben ik trots op met mezelf? Maar ook omdat ik heel veel juist onzekerheden heb. En ik denk dat dat enerzijds heel erg komt doordat juist mensen mij heel erg vaak onderschatten en een beetje een stempel op mij plakken van dom blondje. Mm-hmm. Dat denk ik echt. Dat doordat mensen zo over mij denken, ga ik dat ook meedenken. Want ja, als anderen niet denken dat ik iets niet kan, waarom zou ik het dan wel kunnen? Een beetje in die hoek. Maar ook aan de andere kant dat als ik juist wel iets kon van me, en ik wist het van mezelf, dat mensen juist heel erg er misschien gemeen over gingen doen. Omdat ze misschien toch dan jaloers op een bepaald punt zijn. Dat vind ik wel lastig. Maar goed, eigenlijk die onzekerheid is best wel een ding in mijn leven. Gaaf. Dat is wel heel belangrijk voor jou, het streektalent, denk ik. Ja, toch wel. Nu ik meedoe, merk ik echt van hoe graag ik dit wil en hoe leuk ik het vind. Ja. Ja. Dus als ik zou winnen, zou ik wel echt... Dat is voor mij dan al een droom die uitkomt. Ja. Heel erg inderdaad de soort van overwinning van dat liedje komt dan ook echt inderdaad eigenlijk uit of zo. Maar ook gewoon zo'n nummer echt weer opnemen in studio, dat is
De studio is gewoon waar ik het liefste ben. Het is je gegund. Ja, dankjewel. En ik zie je met de finale. Ja, tot dan. Ja, jouw nummer gaat over onzekerheid. Ja. Hoe is het dan nu om hier te staan? Echt heel spannend. Ja, ik was niet heel zenuwachtig, maar nu ik hier zo zit, denk ik, oh, ik heb echt al 4 jaar niet opgetreden. Het is nu wel weer een dingetje om hier zo te zitten. Ja. Ja. Zie je er tegenop? Ik denk dat ik eenmaal bezig ben en ik het heel leuk vind. Maar nu is het wel, ja, toch wel spannend. Ja. Leuk om jezelf terug te zien, hè? Heel leuk. Ja, heel leuk. Ja, ik zou zeggen, ja, pak gewoon snel je gitaar en begin met spelen. Ja, leuk. Succes. Dankjewel. You will never be who you wanna be. Dreams are for the night. Please wake up. You will never succeed. You're not good enough. And there are times I honestly believed it, but time can change and so can I. This is my dream, and someday I can say I was right. And you were wrong. Oh, can't you see? I'm standing here feeling free. Open eyes, and it's not some delusion at night. And I'm living my dream. No one takes that away. And I'll never get regrets, 'cause this is my dream. Oh. The insecurity slings in, and everything seems unreachable, like the mind of my crush. But a little voice inside me tells me to fight, fight for approval and my dream. Oh, can't you see? I'm standing here feeling free. Open eyes, and it's not some delusion at night. And I'm living my dream. No one takes that away. And I'll never get regrets, 'cause this is my dream. Tevreden? Ja, ja, vond het wel leuk om te doen. Ja. Gaan we gelijk naar de jury. Maurice? Ja, je zegt je bent heel erg onzeker. Dat zing je ook in het liedje. Maar dat hoef je helemaal niet te zijn. Ik vond het echt goed. Ik vond de sound vond ik echt leuk. Het catchy gelijk. En de vraag werd ook, waar ga je op letten? Zou je zo'n nummer op de radio draaien? Nou, ik denk als je dit op de radio draait, dat iedereen dat gevoel ook krijgt van, oké, ja. Beduidelijk de boodschap erin. En ja, ik vond vooral de sound dus. Die vond ik echt pakkend. Vond ik leuk. Goed, okay, goed gedaan. Dank je. Ja, dan gaan we gelijk van Florence naar Florieke. Vertel. Ja, leuke naam. Oh, sorry. Ja, ik vind je zanggeluid heel mooi, heel helder.
Dat draagt ook echt over naar mijn, voor mij in ieder geval, wat je wil zeggen. Ik voelde heel erg, tenminste dat denk ik dan, want ik weet natuurlijk niet wat jij daarbij voelt. Maar ik voelde heel erg je liedje en dat vond ik heel erg mooi. Je stem is gewoon heel zuiver, wat ik al zei. En het ritme was ook heel erg leuk. Ik vond het heel tof dat jij, je was de eerste die rondkeek. Dus je maakte heel goed oogcontact. En omdat het nummer eigenlijk over onzekerheid gaat, je kwam totaal niet onzeker over. Oh. Ik vond, toen, voor het optreden was je nog zenuwachtig, maar toen je begon met spelen, toen zag je echt dat het van je schouders afviel eigenlijk en dat je er plezier in had. Ja. Wat je vertelde, dat je dus heel vaak Don Blondje genoemd wordt, dat kan ik beamen. Ik heb dat zelf ook, dus ik snap precies hoe je je voelt. Vooral binnen familiaire sfeer. Juist waar, toch? Maar wij zijn ook echt dom. Dat is het verschil. maar goed, ik vond het liedje erg gaaf. Wat ik tof vind, dat je heel duidelijk een soort van intro hebt. Maar wel wat dan een couplet is, zeg maar. Wat hetzelfde is qua akkoorden als het tweede couplet. Niet dat dat moet, maar dat het wel heel erg bij elkaar past allemaal. Dat het wel één concept is. Je voelt heel duidelijk aan hoe je die opbouw moet maken. En dat het een bridge is. Ja, ik had ook één puntje inderdaad. Als je gitaar speelt, dat je wel moet proberen om. Het gaat uiteindelijk om je zang. Ik vind het zelf ook verschrikkelijk en ik speel het liefst. Maar uiteindelijk gaat het wel om die zang. Dus als je jezelf begeleidt, zou ik wel echt altijd op blijven letten dat je zang, je lied, overeind blijft. Ja. Tevreden over de uitslag? Ja. Vond het leuk. Ja. Jonathan, bij jou kwam het idee eigenlijk vrij snel, hè, van het nummer. Ja, klopt, ja. Dus het schoot meteen binnen, zeg maar. Ja. Waren er nog andere dingen waarvan je denkt, oh, daar had ik misschien ook een nummer over kunnen schrijven? Nee, niet echt. Er zijn op zich wel aardig wat dingen gebeurd in mijn leven, zeg maar. Die wel op zich wel een goed onderwerp zouden kunnen zijn. Maar ja, ik weet niet. Dit onderwerp voelde alsof ik daar het best een nummer over kon schrijven. Nou schrijf je wel eigenlijk altijd wel persoonlijke nummers, hè? Dat valt wel in jouw straatje. Ja, klopt, ja. Ja. Laten we heel even kijken naar de 48 uur van jou. Jonathan. Yo. Hallo. Je bent de jongste van het stel. Ja. En je woont nog bij je ouders thuis. Correct, correct. Dat lijkt me wel lastig. Ik vind het op zich wel lekker. Je hoeft niet echt voor je eigen hachietje te zorgen en zo. Ik krijg gewoon eten en een onderdak. Is wel lekker. Goedkoop ook. Ja. Ja. Okay. Zullen we gaan zitten? Ja, zeker. In de tuin? Ja. Hoe lang maak jij muziek? Wat ik nu aan het doen ben, mijn eigen muziek maken, dat doe ik sinds 2016 ongeveer. Ik ben eind 2017 ben ik begonnen met de opnames van mijn cd. Die sinds vrijdag uit is gekomen. Dus wat dat betreft nog niet zo heel lang echt professioneel gericht, zeg maar. Hey, maar je bent vrij jong, je bent 17. Mm-hmm. Je studeert nog, denk ik. Ja, ik ga studeren, ja. Oh, je gaat studeren. Ja. Is het lastig te combineren? Tot nu toe niet. Ja. Want ik ben dus net klaar met de middelbare. Ik doe nu een tussenjaar waarin ik me een beetje ga voorbereiden op het studeren en ja, echt de tijd neem voor mijn muziek, zeg maar. Dus nu is het nog absoluut niet lastig. Nu heb ik echt alle tijd, zeg maar. Ja. De opdracht. Ja, het onderwerp is iets wat veel of wat impact heeft gehad op je leven. Oké. Okay. Heb je enig idee wat er in je opkomt? Ik denk het moment. Het ligt wel dicht bij mezelf dit. Het moment dat ik erachter kwam dat ik ook zeg maar wel op jongens viel. Ik denk dat dat wel dat heeft wel een grote impact gehad. Ja. Was dat heftig toen? Ja. 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 Ik weet nog dat ik niet echt het durfde aan mijn ouders te vertellen. Ook al wist ik eigenlijk wel dat ze dat ze het wel goed vonden en zo. Mm-hmm. En dat ik een tijd daarna ook wel echt veel heb gedacht zo van ja, wat betekent dit voor mij als persoon? Word ik hier minder van? Wat denken andere mensen ervan? Dus ik heb er wel een tijdje gewoon mee gezeten. En nog steeds heb ik ook wel een beetje zoiets van ja, hoe zit dat nou met de samenleving en zo?
Wat vinden die ervan? All these feelings and these scars. What does everybody think? Someone tell me what they think that I should do. Mooi nummer. Dankjewel. Ja. Wat denk je? Tevreden voor de finale? Ik ken er wel tegenaan. Ja? Ja. En je hebt een nieuw nummer erbij. Ja. Ja. Correct, ja. Ja. 'Cause I think I feel for you. Jonathan. Hallo. Jij bent volgens mij echt totaal niet zenuwachtig, of wel? Nee, nee, niet echt. Hey. Uber relaxed ben jij, hè? Ja, dat zeggen ze. Ja. Hoe heet het nummer? Feelings and Thoughts. Hey, je had het over dat het in het begin moeilijk was om tegen je ouders te vertellen. Heb je het nummer ook aan hun laten horen? Mijn moeder die was in de buurt toen ik het speelde voor jullie, zeg maar. En mijn vader die heeft het nog niet gehoord, dus dat ga ik ook nog wel even een keer doen. Vind je dat spannend? Ik laat eigenlijk niet zo vaak de nummers die ik maak aan mijn ouders horen, dus ergens is het wel speciaal. En ja, dit nummer is dat ook wel, wel bijzonder mee dan, ja. Ja. Ik zou zeggen, pak je gitaar bij en veel succes. Ja, dankjewel.
much I feel for you. Ben je tevreden? Ja, best wel. Ja? Ja. Ging wel lekker, hè? Ja. Ja. Nou, mag je weer gaan zitten? Gaan we naar het laatste. Anouk. Yeah. Anouk. Hallo. Goedemorgen. Nou, allereerst een troubadour. Ik heb nog nooit een troubadour in mijn hele leven gezien. Nou, voilà. Troubadour is toch wel de beste omnaming, want als ik mezelf zangeres noem, dan verwachten heel veel mensen dat je met een orkestband of zo komt. Ja. Singer-songwriter vind ik toch meer mensen die hun eigen werk vertolken. Ja. En op Gouden Bruiloften en zo, het is covers. Ja. Het is een hele mooie combinatie. Ik ben heel blij dat ik met de covers mijn brood kan verdienen. En daardoor heb ik nu ook tijd over om mijn eigen werk weer op te pakken. Ja, goed. Gaan we nu naar de opdracht. Aha. Je krijgt binnen 48 uur de tijd, ja, om lied te schrijven over iets wat het meeste impact heeft gehad op je leven. Wauw. Dat is heel breed. Wauw. Oh, dat is mooi. Ja. Oh, dat vind ik leuk. Da 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 da. Ba da di da pa pa di dun da 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 da. Ba da di da pa 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 da da da. Da da di da pa 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 di da 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 da. Ba da di da. Ba da 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 da. Da-di-da-di-da. Ja, nee, zie je, hier ben ik nog niet helemaal uit. Ja. Maar het wordt dus wel de afwisseling van ta-da-da-da-da. Dan ben ik ergens naar op weg. En dan? En daarna komt er weer zo'n stukje. En dan weer met wel iets anders over een liedje. Het is een beetje poppy, maar op een gegeven moment weer terug naar het gevoel blues. Een soort blues idee, ja. Dit is, het lied heet Stefan. Oké. Okay. En het gaat over een jonge man die gitaar speelde en zong bij een kampvuur. En dat was bij mij het moment dat ik wist van, ja, maar dit wil ik ook. Hoe oud was je toen? 13. Ja, paardenkamp wel. Dus dat ik was een beetje eventjes een ponymeisje zo. Dus ja, kampvuur, Stefan met zijn gitaartje en liedjes zingen. En wij dan allemaal als puberale meisjes in het vuur staren. En zo'n beetje ook richting Stefan staren. En ja. En ook op de hooizolder daar, dan lagen we ook al met al die meisjes naar het plafond te kijken. En hij zong dan hele mooie liedjes. Ja. Dat was echt heel leuk. En toen wist ik van, dit wil ik ook. Ja. En dus dat vuur heeft die Stefan in mij aangewakkerd. Dus eigenlijk het besef, het liedjes maken, dat wil ik. Ja, en gitaar spelen en zingen. Ja. Dat van, ik wil ook bij een kampvuur kunnen zingen. Ja. En nu zing ik en ik speel. Ieder feestje krijgt een deel van mijn muzikaal talent. Ja, ik speel in elke tent. En ik was nooit zo ver gekomen zonder het kampvuur en die man. Dus dan zeg ik in gedachten bedankt, Stefan. Anouk. Job. En voordat je begint, je bent bloedzenuwachtig of niet? Ik ben best wel zenuwachtig, ja. Ja. Adem in. Adem uit. Goed zo. Relax. Ja. Het is toch hartstikke leuk om te doen? Het is ontzettend leuk om te doen, ja, absoluut. Ja. Hey, je vertelde eerder al dat je tegenwoordig veel Engels schrijft in plaats van Nederlands. Ja. Toch voor een Nederlands nummer gekozen? Ja, het komt zoals het komt. Toen ik dit nummer aan het schrijven was, ja, bleek het toch een Nederlands liedje te worden. Dus daar ben ik maar op doorgegaan. En ik ben er wel blij mee. Dus, Nou, ik zou zeggen, adem nog een keer rustig in en uit. Ja. En pak de gitaar erbij en dan mag je beginnen. Doe ik. Succes. Oké, dank je. Ik ben klein van stuk, maar groot van dromen. Ik voel al heel jong de muziek door mijn aderen stromen.
waren Haydn en Bach. Toch wist ik dat daar mijn toekomst niet lag. Toen ik 13 was en bij het kampvuur zat, Stefan speelde gitaar en hij zong ook wat. Dit, ja dit was wat ik zocht. En het duurde niet lang voordat ik mijn eerste gitaar kocht. En ik speelde en ik zong. Dat alles en iedereen je weer verlaat. Zo liep ik doelloos en alleen terug naar het bos. En bij de oude wilg knoopte ik mijn gitaar weer los. En nu speel ik en ik zing. Ieder feestje krijgt een deel. Ik ben zo dankbaar dat ik zo mijn geld verdienen mag. Door met muziek de mensen blij te maken. Ze te laten dansen of ze diep weten te raken. En in de auto terug naar huis barst ik van geluk. Ja, ik heb mijn weg gevonden, nee, dit gaat nooit meer stuk. En ik was nooit zo ver gekomen zonder dat kampvuur en die man. Dus dan zeg ik in gedachten, bedankt Stefan. Ja, ben je blij? Tevreden? Ja. Nou word ik helemaal zenuwachtig eigenlijk. Ja, echt? Ja, op de een of andere manier wel. Zodat de zenuwen in één keer los... Nee. Nou ben ik heel benieuwd naar het commentaar ook. Ja, ik zat te kijken naar de kandidaten, maar ook naar de jury. En je ziet echt iedereen, ja, als je gaat spelen, glimlachen en ja, gewoon mee. Ja. Goed, gaan we naar Luc. Hoor. Ja, Nuk, ik werd heel erg blij van het nummer en hoe je het ook bracht. En ik vond het ook heel tof om te zien dat je ook voor jezelf al echt wist welke kant je als artiest op wil gaan. Dat legde je ook uit in het filmpje. Ik ben een troubadour en niet een singer-songwriter of zangeres. Ja. Dat vond ik heel tof dat je echt doelgericht ook naar dat nummer toe ging werken. En dat alleen maar complimenten daarvoor. Dat vond ik echt heel sterk. Ja, superleuk. Ja. Jakker. Ah, die Stefan. Ja, die Stefan, hè? Ja. Heb je hem nog een keer ontmoet of zo, op een bruiloft? Nee. Is het allemaal gebleven bij... Ja, hij was Stefan wel... die ik ken, die speelt de accordeon, hè? Ik vind het meer een cabaret dingetje. En qua concept vind ik het wel wat hebben van de Piano Man en van Billy Joel, weet je, dat je heel erg... Mm-hmm. Dat is wel tof, het zou bijna in het theater kunnen, denk ik. Goed, bedankt. Dit waren alle liedjes van de Streektalent 2018. Voordat de jury in paraat gaat, gaan we nog heel even kijken naar alle nummers. Clouds are blocking out the sun. Zion, don't be everyone again.
dit gaat nooit meer stuk. En ik was nooit zo ver gekomen zonder dat kampvuur en die man. Dus dan zeg ik in gedachten, bedankt Stefan. Oh, lastig. Ik heb eigenlijk twee voor mezelf een beetje die eruit zien komen. Mooi zeg. Ja. Iedereen heeft het goed overgebracht, maar rustig verrast. Ja, waar gaan we dan naar kijken? Bedoel, uiteindelijk gaat het natuurlijk om welk nummer. Kan je ook lekker een clip bij maken? Is ook lekker om op te nemen in de studio. Er is geen twijfel over tekst. Er is geen twijfel over. De zang viel een beetje weg, maar dat had te maken met voor ons waar ik zat tenminste een versterking. Ja, dat klopt. Nou, we weten het. Ik kan het doorgeven, ik zet het bier me koud. Ja, precies. Ja. Champagne me poppen. Waar zijn de bubbels? Hoe is het gegaan? Nou, het is altijd wel het lastigste deel van zo'n dag. Dus hoe het is gedaan, lastig. Ja? Ja. Deel jij die mening, Luc? Ja, maar ik heb wel van iedereen gewoon echt genoten. Het waren allemaal aparte verhalen. En ja, ik vond het echt een hele toffe dag ook om mee te maken. Maar de keuze maken is natuurlijk wel even pittig. Maar ja. 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 Maurice, hoe was dat voor jou? Ja, het was natuurlijk moeilijk. Ik bedoel, we hebben veel mooie optredens allemaal gezien. En dan blijft het lastig om daar natuurlijk iets uit te kiezen. Jij gaat bekendmaken wie het wordt. Ja, wij hebben met z'n vieren om de tafel gezeten. En we hebben sowieso enorm genoten van jullie allemaal. Dus heel erg bedankt. We hebben gekeken naar uiteindelijk naar het proces. Dus wie is vanaf het begin tot het einde van het proces daar naar ons idee het beste of het meest gestructureerd doorheen gegaan. Naar uiteindelijk ook het resultaat, het nummer, maar ook naar hoe jullie hier uiteindelijk hebben gestaan en of het plaatje dus compleet was zoals wij van tevoren eigenlijk ook zeiden daarop zouden gaan letten. Degene die dat naar ons idee het beste heeft gedaan en daarmee dus ook in de studio een dag dat liedje mag gaan opnemen en de videoclip mag gaan opnemen daarbij is volgende week zie je in de laatste uitzending van het Streektalent wie er wordt uitgeroepen tot de winnaar van deze talentenjacht. Hij of zij gaat direct door naar de Galloway Studio in Nijmegen om het winnende lied op te nemen. Nou, mooi dan. One taker. Tot slot gaan we ook direct op pad om een passende videoclip te draaien. Dat is de prijs voor de winnaar. Ik dacht dat ik wel mooi. Ja. Nou, meteen nog een keertje. Is er erbij misschien?